What was that? Three, two, one. Dames en heren, jongens en meisjes, Vissa is aan. 5 oktober verschijnt Super Mario Party. En dat is de eerste Mario Party voor de Nintendo Switch. En Amador en ik zijn er al volop mee hands-on geweest. Is het feest? Is feest aan? Het is echt feest aan. Ik vind het echt vet. Ja, ik ben er heel blij mee. Wij zijn bij Nintendo langs geweest en wij mochten 1,5 uur ongeveer spelen. En we kregen meerdere dingen te zien dan... Dan eerst. Eerst kregen we een paar losse minigames te zien en wat andere ongeheim. Maar nu is het daadwerkelijk 5 rondes met het bordspel en alle minigames die erbij zaten. En ook nog 2 andere elementen. Ja, River Survival en Toad's Rec Room zijn natuurlijk 2 nieuwe modi. Toad's Rec Room kent iedereen denk ik wel van de trailer. Dat is dat moment dat je zeg maar switches aan elkaar legt. Persoonlijk vond ik dat het zwakste gedeelte van de hele demonstratie. Want het is inderdaad leuk en het is wat verwondering die je dan hebt. Ja, dat had ik dus ook. Want ik dacht even, wauw, het werkt. Ja. Maar op een gegeven moment had je 2 switches, die zitten dus aan elkaar gelinkt. En er zaten dus allemaal afbeeldingen van halve bananen en zo. Ja, Banana Split heet die ook. Heet echt zo? Ja, dat is de modus, heet Banana Split. Punten zijn ook, goed. Ja. In ieder geval, je moet ze dan uiteindelijk aan elkaar vastzetten. En zodra je dan een volledige banaan hebt, moet je er een streep doorheen zetten en dan gaat het level gaat dan verder en wordt dan steeds moeilijker. En uiteindelijk moet je dan een top score neerzetten. Waarom? Dat is dus ook iets wat ik niet weet. Nee, dat is de vraag bij Super Mario Party is altijd, waarom doen we dat? Ja, maar ik bedoel meer van, het waren 2 hele leuke modussen. De tweede was dan met tankjes elkaar beschieten, 2 tegen 2. En je kon dan zelf het level aan elkaar vastmaken. Ja, en ik vind dat leuke nieuwigheden, maar ik denk niet dat je langer dan een kwartier bezighoudt. Want dat zijn de enige 2 modus die we nu, of modi die we nu hebben voor Toad's Rec Room, de enige die bekend zijn. Maar ik heb zoiets van, ja, weet je, dan zit je even om een tafel en oh wauw, dit is wel leuk gedaan. Er was ook geen context. Ik had niet echt het idee dat je het voor iets deed, weet je veel. Het is meer een soort van tech-demo of zo. Ja. Van kijk, dit kan ook met switches. Ja, precies. En dat is een goed punt, maar dan kom je weer een beetje op het one-to-switch verhaal aan. Van ja, leuke tech, maar er moet wel iets van substance zijn. Er moet wel iets van content natuurlijk zijn. En context is natuurlijk ook fijn. Maar River Survival vond ik een sterkere modus. Die was echt vet. Ja, waar je bij elkaar het leven zuur maakt bij Super Mario Party op het algemeen, is River Survival een co-op game. Dus met z'n vieren zit je in een soort van raft. En dan moet je dan zo snel mogelijk, of zo goed mogelijke tijd of score neerzetten. Ja. Door te samenwerken. Dus je hebt ook daadwerkelijk 2 mensen aan de linkerkant van het schip, 2 mensen aan de rechterkant. En degene aan die kant, die moet dus ook echt gaan communiceren. Of we moeten naar links, jullie moeten bewegen. Dus dat is echt ontzettend tof gedaan. Ja. Onderweg kom je ballonnen tegen, die moet je poppen. En dan krijg je dan minigames waar je ook moet samenwerken. Wat hadden we allemaal? Oh, we hadden Sword of Fun. Wat ook weer een heerlijke woordspeling is. Dan moet je ballen gaan sorteren, maar dan met z'n vieren. Ja. Dus je moet ballen doorgeven en ook echt aannemen. En dan, oh, deze hoort in mijn basket. Ja, dat was wel grappig. Ja, en, dat soort dingetjes wat je dus moet doen. Je moest op een gegeven moment alle kaarsen aansteken in een van de Haunted Mansion of zo. Ja. Dan moest dat zo snel mogelijk gebeuren en dan kreeg je dan punten voor. En met die punten speelde je extra seconden vrij, zodat je nog verder in het level kan komen. In de Raft Survival. Ja, precies. Dus dat was wel echt heel erg. Ik vind dat een hele goede modus om te spelen nadat je elkaar zeg maar kapot wil knijpen vanwege de normale party modus. Ja. Want die normale party modus is weer super lullig, zoals het hoort bij Super Mario Party. Dat is gewoon weer... Hij is een beetje zuur, want ik won. Nee, dat is het niet zozeer. Ik waardeer wat die party modus doet, omdat het weer teruggaat naar de basis. Waarbij je gewoon weet je, een bordspel hebt en je moet dobbelen. En er zijn weer allerlei items en characters en leuke werelden. Dat is echt super gaaf. Maar dat is wel de modus waarvan je natuurlijk elkaar kelen dicht wil knijpen. Ja. Omdat je elkaar backstabt. Het is echt weer echt hilarisch. Ja, maar dan is het leuk dat je die River Survival hebt, die weer een soort van verbroedering is van kom jongens, we komen weer even samen en we helen de wonden die we elkaar net hebben toegebracht. Ja, nee, het bordspel is ook gewoon, natuurlijk is dat het paradepaardje van de hele game. En het bordspel is weer zo leuk en oneerlijk. Je hebt bepaalde onderdelen op het bordspel zelf wat per verloop van tijd gewoon instort of zo. Je had een brug en als je naar 2 of 3 mensen overheen ging, dan stort dat ding uiteindelijk in, dan ben je weer de lul. Vet oneerlijk natuurlijk. Ja, heerlijk. Verderop. Je moet sterren verzamelen en uiteindelijk heb je ergens ook van die speciale tegeltjes. En dan ben je bijna met zo'n ster en dan blijkt zo'n tegel te zeggen van ja, je moet naar de andere kant van de map. Ja, typisch Mario Party, maar nu superlatief gemaakt. Ja, maar en er zijn nog meer dingetjes waardoor het oneerlijk is, maar ook wel fun. Want je hebt nou de keuze uit 2 verschillende dobbelstenen, de normale 1, 2, 3, 4, 5, 6, maar ook character gebonden dobbelstenen. Ja. Hoe heet ze ook alweer? Daisy.
Daisy, hè? Ja, Daisy, ja, inderdaad. Die prinses, die heeft dan haar eigen dobbelsteen, die is best risicoloos. Dus 4x3 en 2x4 bijvoorbeeld. Maar Bowser daarentegen heeft een 10 en 9 en achterop staan. Maar de andere kant van de dobbelsteen staat dus of een 1 of gewoon munten verliezen die belangrijk zijn om sterren te kopen. Ja, en dan is het ook weer leuk dat je natuurlijk allerlei items hebt en dus ook zelfs allies die je in kan roepen om zeg maar jouw rol te verbeteren en dergelijke. Ik vind dat hebben ze wel goed gedaan, ook met die items en de characters die er nu in zitten. Het is best wel een uitgebreid roster. En ook qua minigames is er ook best wel veel te beleven, best wel veel variatie. Ja, klopt. River Survival heeft dan nu op het moment 10 eigen minigames, Toad's Rec Room dan maar 2 momenteel. Maar in totaal worden er 80 nieuwe minigames beloofd. Ja, en dat is wel echt leuk, want er zitten echt een aantal in die ook veel leuke dingen doen met de Switch zelf. Ja, er zijn heel veel, dat is het toffe, dat wilde ik ook net zeggen, er worden heel veel functionaliteiten van de Switch worden gebruikt. We moesten op een gegeven moment in teams van 2 boxes oppakken, daar zaten eikels in. Ja. En, ik ook altijd denk van de rest van de spelers. Precies. Maar je moest dat doos en die moest je dan schudden. En je kon aan de intensiteit. Zo. De trillingen, de intensiviteit. De HD Rumble. De HD Rumble kon je dan merken. Oh, er zitten heel veel of heel weinig eikels in. En dat ging er uiteindelijk om dat je met je partner zoveel mogelijk eikels had. En het klinkt heel stom. Het klinkt heel goed. Ja, maar qua eikel. Ik bedoel, nou goed. Ja. Anywho. Dat zorgt ervoor dat die trillingen dus heel goed worden gebruikt. Maar je hebt dus ook de motion controls. Want je moest op een gegeven moment een soort van kermisspelletje doen. Dat er twee van die monden open gingen. En dan moest je ballen doorheen gooien. Ja, ja. En degene met de meeste punten kreeg dus ook de meeste coins. Om dan weer te kunnen gebruiken op bordspel. En we hadden dus ook eentje, die had Peter al een keer mogen testen met die rugby spelers die ik echt hilarisch vind. Ja, ja, dat zijn ook weer gewoon dingen die gewoon rustig aan een joystick gebruiken. Ja, ja, maar alles wat de Switch kan, dat wordt gebruikt. Hoewel dat met die schermen heel vet is, maar wat minder geslaagd, is het wel weer een voorbeeld dat Nintendo probeert nu alles uit de Switch te halen wat er uit te halen valt. We gebruiken de touchscreen ook veel meer. Ja, het feit dat die game touchscreen mogelijkheden heeft, is ook alweer echt iets van, oh ja, hey, dat heeft sinds Snipperclips is dat niet meer gebeurd of precies. Zo. Welke game gebruikt touchscreen nou? Terwijl het wel gewoon, je kunt het in heel veel games kunt gebruiken. Ja, je kan het menu, gewoon als je het menu zit, kan je hem ook gebruiken. Dat vond ik bij Splatoon 2 zo'n ding, dat ik denk van ja, het is een mooi menu, kan ik een touchscreen gebruiken? Nee. Waarom niet? Waarom niet? Je hebt toch die tablet. Nou, anyway, Super Mario Party lijkt er wel weer echt een goede Mario Party te worden. Want de vorige 2 en ook de 3DS versies zijn een beetje omstreden. En natuurlijk Mario Party 10 op de Wii U, die deed natuurlijk met het bordspel iets heel anders wat bij heel veel mensen in het verkeerde keelgat schoot. Ik heb het idee dat ze nu met Super Mario Party wel weer weten van oké, jullie willen dit en we gaan daar lekker goed op inzetten. En voor mij voelt het nu wel alsof dit weer echt zo'n, weet je wel, zet het bier maar koud, we gaan even met z'n vieren echt een avond beleven. Ja, en vervolgens het bier op elkaars hoofd kapot slaan. Ja, precies, zoals het hoort bij een Mario Party. Dat Nintendo dat nog steeds gedoogt eigenlijk. Dat is zo'n kindvriendelijk bedrijf, maar dan toch tegelijkertijd maken ze ook weer dit soort spellen waarvan we gewoon echt elkaar willen vermoorden. Er is maar één ding waar ik heel benieuwd naar ben, zit er online ondersteuning op? Ik denk het haast niet. Maar het zou natuurlijk wel kunnen. Het zou wel vet zijn, want ik neem maar, kijk, niet iedereen heeft vrienden. Oh. En het is de waarheid. Ja. Er zullen er vast wel, jullie hebben allemaal vrienden natuurlijk. Maar er zullen .nl. We zijn je vrienden. Maar er zijn een paar zijn die nooit, niet zo vaak mensen over de vloer hebben. Dus ik vraag me af, is een bordspel dan op te starten met de online functionaliteiten bijvoorbeeld? Dat vraag ik me dan. Je zou wat missen, maar het zou een mooie extra feature zijn. Het zou een mooie extra feature. Kijk, het is natuurlijk nooit zo leuk als met z'n vier op de bank. Want bier. Ja, precies. Fysiek contact, de chips doorpasen. Precies. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad wat het leuke is aan Super Mario Party. Maar toch vraag ik me af, misschien dat ze het nog leuker kunnen maken door toch iets van een multiplayer erin te doen. Ik vind het niet nodig, maar het zou wel fijn zijn. Ja, misschien dat ze het nog onthullen voor 5 oktober. Maar in ieder geval, dat was het voor onze video preview hands-on met Super Mario Party. En er verschijnt 5 oktober natuurlijk exclusief voor de Nintendo Switch. Als dat al niet duidelijk was aan het feit dat Mario heel groot in beeld is en dat je meerdere Switches aan elkaar moet leggen, kun je niet met een PlayStation. Hoe dan ook. Check de geschreven preview op gamersnet.nl en natuurlijk ook gamersnet.nl voor al je game news, previews, reviews, trailers, allerlei leuke dingen. Check it out. Thanks Amador. Thanks Tom. En tot snel.